Hallo, ik ben Nikita en dit is mijn broer Shane. Wij wonen in dit huis en we hebben deze zomer ons dak laten isoleren. Zo begon het. Mijn papa vond een tijdje geleden een grote vieze vochtplek achter de kast. Toen kwam Leen van de woondienst. Kijk eens naar jullie energiefactuur, zei ze. Het vocht komt binnen en de warmte stroomt hier buiten. Papa vond dat ze gelijk had. En de poes blijkbaar ook. We moesten ons dak niet repareren, maar isoleren. Leen hielp ons daarna om een goedkope lening aan te vragen. Ze zou ons ook helpen met het aanvragen van premies. Daarmee konden we nadien geld terugkrijgen. Stel je voor, die dakisolatie zou ons veel minder geld kosten dan we gedacht hadden. Gelukkig, want zo'n hap uit ons budget, dat zou een ramp geweest zijn. Eerst moesten we opruimen. Iedereen moest meehelpen. En maar sleuren. Alle oude spullen werden in de auto geladen. Ook Roxy, mijn lievelingsdinosaurus. Niets aan te doen. Met een volle auto reden we naar het containerpark. We gooiden veel rommel weg. En Roxy ook. Ik was echt zo triest. Allemaal voor dat nieuwe dak. Papa vond het beter om te kiezen voor vakmensen. Zo krijgen we na het invullen van onze belastingbrief nog 40% van de kosten terug. Goed, hè? En het ging allemaal zo snel. Eerst een dikke laag isolatie. 1, 2, 3. Dan nog een laag daarover. Hup, hup, hup. En op een paar uur was het allemaal klaar. Veel sneller, met veel minder moeite en voor veel minder geld dan papa ooit gedacht had. Et voilà. Nu mag de winter komen, want we hebben eindelijk een vochtvrij en tochtvrij huis. En ik kreeg van papa mijn geredde Roxy terug. Joepie! Twijfel niet langer en laat je dak isoleren. Haal het startpakket bij een woonloket of bel het gratis nummer 1700 voor een informatiepunt in je buurt.